Hoi, we zijn hier vandaag met Max. Max de labradoedel, grote labradoedel. De reden waarom ik nu weer even ga filmen is omdat er toch best wel veel onbegrip nog steeds is. Als wij als trimmers zijn de honden kort moeten scheren. Dit doen we niet altijd omdat we het leuk vinden, maar omdat het beter is voor de hond. Nou is Max hier al geknipt door de baasjes. Maar tijdens het scheren, hij heeft toch best wel wat vervilting. Dus ik denk, ik probeer jullie even mee te nemen in waarom wij ervoor kiezen om een hond te scheren. En waarom die soms erg kort moet. Zoals deze Max, ik ben begonnen met een 9,5 op het lichaam. Maar bij de oren is het al zo ernstig dat ik dat dus niet... Ik kom er met de 9,5 niet doorheen, dus ik moet naar een 6,4. En ik hoop dat dat genoeg gaat zijn. Dus ik ga dat heel even pakken. Dus we gaan even kijken of de 6,4 er wel doorheen komt. Ik ga hem iets zachter zetten. Dat kan met deze tondeuze kijken of het lukt. Voor alle zekerheid, weet je, ik ga eerst nog even laten zien dat het met de 9,5 gewoon niet lukt. Die zit gewoon vast. Ik kan niet verder. Dus... En wij. Zoals je kan zien, komt het los. En deze hond is, zoals zoveel doedels van deze leeftijd, in zijn vachtwissel. Laatst ook al zoiets gepost, volgens mij, het fijne fenomeen van de vachtwissel. Nogmaals, vanaf een maand of 6 kunnen ze in de vachtwissel gaan. Dan gaan ze van hun puppyvacht naar hun volwassenvacht. Zorgt voor erg veel stress en problemen als de hond dan niet goed onderhouden wordt. Zowel voor ons als voor de hond. Dus vanaf een maand of 6 gaan gewoon lekker elke dag borstelen. En lukt dat niet, ga naar een trimsalon. Lichaam heb ik weer de negen erop. Kijken of dat lukt. En nogmaals, dit heb ik niet gedaan, hè? Dit is niet van mij. Max, hou eens op, joh. Nou, je ziet het. De 9 heeft hier ook erg veel moeite mee, dus helaas, het wordt een 6,4. Ik heb even een andere gepakt. Nou, je ziet het waar de 9,5 echt moeite had. Ik tel ze 6,3 nog wel een beetje wat moeite, maar daar lukt het in ieder geval. Maar even de hoogste stand zetten. Ik probeer er best wel een beetje te skimmen zodat hij niet overal helemaal zo kort wordt. Ik
beetje olie erop doen. Mij is omgevallen. Ja, gaat goed? Ja, perfect. Nee, daar zit nog een bonknop. Weet je wat dat doet? Kom. Je ziet het, hè. Het is echt niet overdreven, hoor, dat we dat dan zo kort moeten doen. Dat is gewoon niet anders. En dit ga ik dus niet uitborstelen. Dat is echt niet te doen. Voor geen goud in de wereld ga ik dit een rond aandoen om dan uit te borstelen. Het is niet alleen vervelend. Voor mij en voor de hond. Het is ook nog eens gevaarlijk. Ik kan een velletje meenippen. De hond kan infecties krijgen op de huid. Vlooien die je niet ziet. Niet doen, Max. Ik weet het, schat. Niet doen. Heel vervelend, het is voor ons. Even bijdraaien. Constant wisselen van scheerkop, want die wordt heet. Dit gebeurt bijna elke doedel-eigenaar. Bijna, niet allemaal. Bijna elke doedel-eigenaar overkomt dit gewoon. We kunnen haat hebben, we kunnen boos worden. Maar het heeft geen zin. De hond gaat gewoon kort. Misschien even huilen. Helemaal is een grote hond zo kort. Ja, het is niet anders. Het is een mooi vachtje voor op tafel. Hè? Middel de konijnen, zie je nog eens op. Ja. Samen, Max. Nee, Max. Hoppa, klaar.
alles toch. Het is aan het trillen. En dan komen we bij appetee. Ik moet eerst een andere schrik oppakken, want deze is heet. Donder die verwarming staat lekker warm. Nou, niet fijn. Vind je niet fijn? Oh, ja, maar jij komt dat jij nog een dikke trui eronder hebt, ik niet. Dan gaan we weer. Dichtbij laten zien wat ik bedoel. Ik moet even goed leren dat ding te gebruiken. En hier op zijn voorpoot. Max, ga zit. Ga zit. Zit. Wie zit er? Max. Zit. Oh, ik heb een handje. Zit. Zo. Dat is zit. Weet je dus wat zit is? Nee? Deze voet zit helemaal rondom. Dus ik moet echt proberen om dat hele voetje rondom stukje bij beetje los te maken.
Nee, Max. Ik weet het niet wat. Ik doe dat met de punt van mijn scheerkop. Dus daarom is het ook nog niet eens een behandeling wat je zomaar thuis eventjes kan doen. Dat vergt wel de nodige ervaring. Nou, je ziet het, het komt een beetje los. Wat het op die poot zit. Nee, Max. Het is bijna klaar, joh. Echt waar. Althans, deze kant. En ze hebben nog een kant. Nee. Kijk hè. Goed zo. Dat is braaf. Oh, wat ben je braaf, joh. Cindy. Mooi ontstruikel bijna, volgens mij. Zie ik in mijn ooghoek. Nee, Max, ik weet het, maar het moet eraf, schat. Nou, dit is zijn voet, in ieder geval. Ja, dat is jouw voet. Vind je het leuk? Ja, ga. Kijk. Dit gaat dus niet meer. Zie je dat? Gewoon niet prettig. Ja, Max, je wordt geen knapperd vandaag. Nee. Kom op, eventjes. Auw. Max. Hey. Nou. Die oksel zit dan ook nog wel flink weer wat. Joh, je mag wel lief hoor. Dat is niet leuk. Nou ja. Nou, hoop toch maar gelijk even doen, want dat ziet er toch al niet uit. Sorry, baasje van Max. Nou, hier nog zo'n oor. Helemaal tricky, want daar zit die oorbandjes, als je die nipt, dan heb je een probleem. Ja, niet leuk. Tot hier. Kom eens even hier. Och, Max, jongen. Maken en de scheerkop. Dan gaan we weer verder. Nu kunnen jullie het mooi van de voorkant zien. Zie je zelf? Zie je zelf? Ik ga even op mijn knieën. Ik ben op de knie.
man. Maxi. Zo erg. Max is niet de eerste. Hij zal ook vast niet de laatste zijn bij wie dit gebeurt. Het is gelukkig niet meer zo erg dat ik hele vachten op kan hangen. Nou, en toen vloepte die eraf en weer gevuld. Je ziet het hier ook, hè. Schaap. Die voet zal ook alweer hetzelfde verhaal zijn. Hoe ver ben je? Mario? Ja? Hoe ver ben jij? Ik denk dat ze een joffie speuk. Ja, een viespeuk. Viespeuk. Poedervoet. Oh. Nou ja. Die is dan niet zo, hè? Nee. Dat is een mooi bolletje die niet in de klut zit. Nee. Nee, nee. Nee. Ja, ik weet het niet. Misschien het weer. Weer bungelen. Nee, 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 nee. Ik ben bijna klaar, schat. Nee. Het is zo lief. Kijk eens. Niet likken. Ook nog zo'n ding wat ze ervan kunnen krijgen. Ze in één keer heel erg gaan likken aan de vacht. Weer een voet. Nou, dan zijn we al een half uur verder. En dan ga ik eventjes naar zijn andere kant, want we hadden nog een kant. Dus
Zo. Sorry schatje, laat me even staan. En dat is allemaal jammer dat het gewoon op een paar plekken zit, want er zijn plekken waar het gewoon prima was. Maar ja, ik kan niet mijn hond met kale, korte plekken naar huis zo sturen. Dus ja, dan gaan ze helemaal kort. Misschien hebben we geluk en kan ik hem na het bad nog met een 9,5 doen, maar ben ik bang voor. Nu loopt je toch deze gast. Zo even lekker wassen. Fijne shampoo. Ja. Ja. Lize doet met een 4,8. Die is bewust niet voor korter, omdat hij natuurlijk van heel lang naar heel kort gaat. En ik ben bang dat als ik dan zijn Lize ook nog super kort ga scheren, of in ieder geval korter, meestal doen we dat met een 3. Een 2 ligt eraan hoe vaak de hond komt. Ik ben bang dat als ik het nog korter ga doen, dat hij dan gaat likken. En zijn lies kapot ligt.
ieder met zijn oksels. Even deze kant op. Niet likken, mafkees. Je bent met je tong ertussen. Ga mij een kus geven. Ja. Niet pootje likken. Hé, hey, hou zo. Max, ophouden. Nee, nee, nee. Max. Goed zo, vriend. Ja. Ik kan horen op met de 4,8. Om dezelfde reden, alleen kunnen ze met de oren, nou toe eens Maxje, kunnen ze nogal gaan flapperen. Wat er weer voor kan zorgen dat ze een bloedoor krijgen, dus niet te kort. Een klitje zitten. Uit. Max! Ja! Zo! Oh, sorry, mijn vinger ervoor. Dus, een kale hond. Althans, een hele korte hond. Doodle-eigenaren, alsjeblieft, ga met je hond gewoon op tijd naar de trimsalon. En als je het even zelf niet kan, ze kunnen ook borstelen. Wij kunnen borstelen. En wij kunnen je hond goed borstelen voordat ze in de vilt raken en je een korte hond terugkrijgt. Wat voor geen een van de partijen leuk is. Je hond is kort, je vindt het niet mooi, dat voelt de hond. Het kost je meer geld. En het kost ons onze materialen en de rug. En het is niet leuk. Voor de hond al helemaal niet. Dat is nog het ergste. Het is gewoon voor de hond niet leuk. En dan krijg je dus dat ze soms niet naar een trimsalon willen. Wat dus ook niet zo gek is als je ziet wat hier nu moet gebeuren. Nou, Max gaat lekker in bad. Ik hoop hem na het bad nog een beetje iets of wat langer te kunnen houden. Maar ik ben er bang voor. Ik ben er bang voor, Max. Dus jullie horen het straks. Of jullie zien het straks. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.